kwam ik voor op de televisie bij Man bij de Hond. Helemaal leuk, helemaal top. En ik wist ook niet wat mij overkwam op Facebook, want dan kan je gelijk zien wat dat teweeg brengt. Ja. Er stonden een heleboel leden voor mijn deurtje van mijn groep plaatjes, mijn plaatjesparadijs. Hé, en jij weet het ook niet, een meisje? Nee. Nee? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet maar weer. Het is hier op grijs, grauw en triest. Ja, we hebben een dag grijs weer, we hebben een dag mooi weer en we hebben weer een dag grijs weer. Hebben jullie door? Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, we leven alweer op 16 juni. En wel om 5 minuten over 12. Ja, ja, de tijd houdt geen schaft, hè. Daar zit ik vanaf buiten. Rijka ligt op de bank. Eeuwen die loopt net. Wat zal, oh, die springt op de grond. Maar in ieder geval, gisteren was ik... kwam ik voor op de televisie bij Man bij de Hond. Helemaal leuk, helemaal top. En ik wist ook niet wat mij overkwam op Facebook, want dan kan je gelijk zien wat dat teweeg brengt. Ja, er stonden een heleboel leden voor mijn deurtje van mijn groep plaatjes, mijn plaatjesparadijs. Ja. En dan staat er een slash en dan in het Engels staat het er nog een keer erachter. Maar ik ben niet goed in mijn Engels, nee. Maar het doet er niet toe. In ieder geval hartstikke bedankt voor alles dat jullie massaal naar mij toe kwamen om lid te worden van mijn groep. En ook een aantal vriendschapverzoeken had ik erbij gekregen, ook meer dan ik gewend ben. En dat eventjes in een korte tijd. Maar oké, dat maakt de pret niet uit. Ik ga ook nog weer een link vandaag delen. Waar ik wel langer in te zien ben. Ja, ik heb die link gevonden. En die ga ik lekker delen. Want ze gaan er geloof ik ook weer mee stoppen of zo. Maar andere week hebben we nog wel weer een uitzending. Dat ik weet het allemaal niet. Want dat was gisteren op televisie. Dat we andere week ook nog hebben. Maar ja, ik kreeg ook wat anders te horen. Dus ja, hoe en wat precies, ik weet het echt niet. Hè? En jij weet het ook niet, een meisje. Nee. Nee? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet maar weer. Het is hier op grijs, grauw en triest. Ja, we hebben een dag grijs weer. We hebben een dag mooi weer. En we hebben weer een dag grijs weer. Hebben jullie door? Maar ja, oké, ik kan het pret niet drukken. Ik denk dat het niet koud is, want ik zie niks aan de bomen bewegen. Dus ja, ik doe mijn vest aan en ik doe mijn jas, dat dunne jasje eroverheen. Die hangt hier. Die doe ik gewoon overheen. Heb ik genoeg aan om dus te lopen met Rijka. En aangezien het bij de gracht altijd weer wat kouder is dan zo in de straat, want je loopt dan langs water, ja. En dan krijg je weer wat decemberbericht binnen, maar dat komt zo meteen wel. En ik zou zeggen, lieve vrienden, ik vond het zo echt heel erg fijn gisteren allemaal. Het werd vannacht nachtwerk, later dan normaal dat ik nog aan het werk was. Ik krijg straks ook visite, dus ik moet opschieten. En dan begint mijn neus te kriebelen van mijn eigen geurtje. Van mijn eigen geurtje die ik op heb. Ja, ja, ken je dat? Maar oké. Ook hooikoorts nog een keer erbij. Maar dat kan het pret allemaal niet drukken. Nee, verder ben ik gezond. Tenminste, blijf geleden wil ik zeggen. Dat ook weer niet. Een keer van alles, behalve het groeien. Ja, ik heb de waterfabriek, ik heb de kalkfabriek. Ja, wat willen we nog meer? We gaan gewoon door. Ja, we gaan gewoon door. Dat ik, die is een beetje het gek doen. Die is het spelen. Hé, ja nou.
Ja, hartstikke lief. En Eeuwen die loopt te zeuren, maar dat komt ook wel goed. Ik ga straks op, moeten we nog eten, dus ja, komt allemaal goed. En ik hoop voordat ze komt, want ze is altijd eentje die vroeg al komt. Ik denk, ja, moet je niet eten dan, je lunch. De lunch is van zo laat tot zo laat, weet je. Dus daar moet je rekening mee houden als je ergens op visite gaat. Meestal ga ik rond 2 uur, 2:30 ben ik bij een ander vanmiddag. Want de ene die eet van 12 tot 1 en die eet weer van 1 tot 2, weet je. Dus ja, moet je rekening mee houden. Dus ja, meestal is het tussen 2:30, 3 dat ik bij iemand ben. Maar ja, wie ben ik? Ja? Nou ja, jullie hebben het gezien op televisie. Dus ja, laat even een keertje wat horen. Vind ik leuk, kom op. Ja, en 21 juni komt het vervolg van Man bij het Hond te gast bij Corina en de Beestenboel. Ja, ja. Dus ja, laat maar wat horen, laat wat zien, hoe jullie het vinden, et cetera. Ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ja, we komen straks gewoon wel weer retour hoor. Maar ik wil jullie toch wel, voor degene die verder niet kijken, dan dit stukje gewoon eventjes een fijne dag te wensen. Ja, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, helaas is mijn visite niet doorgegaan. Dat ik ben de hele middag lekker bezig geweest. Ja, ik ben nog bezig, laat ik het zo maar zeggen. Om alles in elkaar te zetten, filmpjes. Ik heb ook hele mooie plaatjes gemaakt. Ook daar, dat heb ik in elkaar gezet. Er moet nog enkel even muziek onder. Dan moet ik eventjes naar zoeken. Van wat wil ik eronder, want dat moet wel een beetje erbij passen, vind ik zelf persoonlijk. Maar ik heb het nou net even opgeslagen, want ik ga eerst even weer met Rijka eventjes lopen. Even de benen strekken, even een blokje om. En ik had er gisteren toch een balletje gegeven. Ja, het ligt nou in de vuilnisbak hoor. Maar oké, maakt niet uit. Ach, ze moet toch ook wat kunnen mogen vernielen. En ja, het was ook niet duur. Maar wat ze nou heeft, dat was wel veel duurder dan ik op de markt gekocht. En dat krijgen ze de eerste paar jaren ook niet kapot. Of ze moeten scherpe tanden en kiezen krijgen. Nou ja, dan kun je zelfs mijn pols doorbijten. Nou, dat lukte niet. Hé? Nee, ja. We gaan zo even lopen, schat. Zit naar me te kijken. Maar oké, ja, ik ben best tevreden over hetgene wat ik allemaal gedaan heb. En dat wordt vandaag ook nog even allemaal ingepland op YouTube. En dan kan ik deze camera leggen, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Ja, zo ja. Blijf je bezig, blijf je van de straat. Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ga dat ook weer eventjes doen. Even lekker even eruit, eventjes een klein blokje om. En we zien wel hoe en wat. Ik hoef jullie niet mee te nemen. Het is grauw, het is grijs, het is triest. Ja, het is niet lekker weer. Laat ik het zo maar even benoemen. Ik doe mijn vest weer aan en mijn jasje weer aan. En dan komt het allemaal goed. Ik heb niet die aangehad. Want dan was het toch nog weer te vochtig voor je. Ja, af en toe regent het een beetje. Ik wil niet echt gaan plensen of wat dan ook. Nee, dat is van dat hele kleine beetje. De straten worden niet nat. Maar je ziet het in de gracht wel terechtkomen. Dus ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En we spreken elkaar straks alweer. Tot dan.